De Valkenburgse Kunst- en Cultuurraad gaat in de laatste week van augustus het project Kind en Kunst uitrollen hier in Hoeve Chaloen in Oud-Valkenburg. Wat dat project inhoudt en wie eraan kunnen meedoen, dat vertelt u de voorzitter van de Kunst- en Cultuurraad, Willem Vermeer. Wat houdt het project Kind en Kunst in, wat jullie hier in Oud-Valkenburg gaan uitspreiden? Dat project betekent dat we een week lang, ergens in de zomervakantie, kinderen een hele week onderdompelen in kunst, cultuur en natuur. Dat is wat we eigenlijk van plan zijn. En waarom is dat nodig? Nou, dat is nodig om een aantal redenen. Een van de belangrijkste is dat schoolprogramma's daar niet meer in voorzien. Dat wij toch ook in Valkenburg eigenlijk een soort mono-economie hebben waarin toerisme een belangrijke rol speelt. Betekent dat de ouders net op momenten werken als anderen vrije tijd hebben. Betekent dat de ouders heel weinig tijd hebben om de kinderen onder te dompelen in musea, cultuur, kunst enzovoorts. Dus wij willen in die leemte willen wij eigenlijk voorzien met die week. En voor welke kinderen is het geschikt? Nou, we willen eigenlijk een programma uitrollen voor de komende jaren. Maar dit jaar beginnen we met kinderen van, zeg maar, van 8 tot en met 12 jaar. Dan hebben we het over groepje 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. En daar kan ieder kind aan meedoen? Van tevoren zich natuurlijk aanmelden? Ja, daar kan ieder kind aan meedoen, maar we hebben toch een soort splitsing gemaakt. We willen met 50 kinderen aan de slag, tenzij de aanvraag groter is, dan gaan we misschien naar 75. De helft van die 50 kinderen, dat loopt via de stichting Leergeld. Dan gaat het over kinderen van gezinnen waar het niet zo breed is. En dan, dat gaat ook 100% via de stichting Leergeld. Daar hebben wij ook vanwege privacy, hebben wij daar verder geen bemoeienis mee. En die andere 25, die proberen we dus op te halen via media, via de scholen, de medewerking van traject. Daar is een heel programma voor om die te krijgen. En de kinderen kunnen zich straks aanmelden. Dat zal in de loop van volgende week worden uitgerold via onze website van de KCR. En dat is 1, cijfertje 1, Valkenburg. Daarop kun je je aanmelden, kan ook een betaling worden verricht enzovoort. Maar u zegt het programma, wat houdt het programma ongeveer in? Zijn er een paar voorbeelden te noemen? Ja, we gaan de eerste dag gaan die kinderen verkennen. Die gaan kijken van, ja, wat is er voor ons te koop? Dan heb ik het over dans, over theater, over natuur, over schilderen, over kleien. Alles wat maar in de breedste zin met kunst en cultuur te maken heeft. Dan kunnen ze daar hun eigen selectie uit maken. En dan gaan ze vervolgens aan de slag. We hebben daar 7 zeer professionele kunstenaars voor geselecteerd, die ook pedagogisch didactisch onderricht hebben en ervaring hebben. Nou, en daar gaan we mee aan de slag. En dat wordt een soort gereedschapkist voor de kinderen, want de kinderen bepalen wat er gaat gebeuren. Het zijn hun ideeën en ze gebruiken de professionals als tools. Dat is het idee. En het gaat gebeuren eind augustus, laatste week van de vakantie, ja. Hier in Oud-Valkenburg. Waarom deze locatie? Ja, omdat het een spannende locatie. Die schuur hier van de Hoeve Chaloen, die is nog authentiek. Daar ligt nog niks echt bijzonders op de vloer. We kunnen hier binnen en buiten werken. Het ligt midden in de natuur. Dus we gaan ook dingen met de natuur doen. We gaan ook iets met sport doen, dat kinderen tussendoor kunnen bewegen. Die ruimte is er gewoon geweldig geschikt voor. En aanmelden via welke site? Via de website 1, cijfertje 1, Valkenburg van de KCR.